Woensdagmiddag in de Meesterstraat. Ik ben bij de Kansenfabriek. Nanne van der Linden van de bibliotheek. Nanne, wat gebeurt hier vanmiddag? We openen hier vanmiddag een nieuwe wijkbibliotheek in Nieuwland. Want die hadden we hier nog niet. Wat is het doel van een wijkbibliotheek? Nou, dat de kinderen hier, vooral de kinderen, maar ook hun ouders, wat makkelijker aan het lezen gaan. Ook hier makkelijk binnen kunnen lopen, aan kunnen geven wanneer ze iets willen leren. Je hebt hier het steunpunt inburgering. Dus er komen veel mensen met een andere achtergrond, die de taal bijvoorbeeld nog moeten leren. En die kunnen bij ons terecht. Wat is er voor nodig om zo'n wijkbibliotheek neer te zetten? Boeken. Nee. Ja, in principe de ruimte. En ook natuurlijk een plek die goed bereikbaar is. En we zitten hier bij de Wereldschool. Daar zit natuurlijk nog een school. Hier zit je daarnaast bij het steunpunt inburgering. Aan Zet zit hier. Dus hier komen juist de mensen ook in de buurt die het nodig hebben. Je zegt boeken, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen de Nederlandse taal almachtig is. Hebben jullie aanpassingen op dat gebied? Ja, we hebben een kast voor mensen die de taal nog willen leren. En daarnaast ben ik hier op maandagmiddag en woensdagmiddag. Ook om te signaleren wat er nodig is. Dit is ook de eerste keer dat wij hier in de wijk zitten. Dus als blijkt dat er op dat gebied meer nodig is, dan zullen we daar ook op inspelen en activiteiten gaan organiseren. Maar je hebt hier sowieso al heel veel taaltrainingen van NL-training en dat soort dingen. Maar we hebben dus ook een speciale kast. Officieel geopend door wethouder Zwang. Wethouder, wat is nou eigenlijk de relatie tussen de Kansenfabriek en de opening van dit wijkbibliotheekje? Ja. Nou, de Kansenfabriek is een ruimte voor de Nieuwlanders, waar ze met allerlei initiatieven kunnen komen, maar waar ze ook hun kansen kunnen grijpen. Of zaken kunnen doen om hun kansen te verbeteren, zodat ieder kind, iedere volwassene een eerlijke kans heeft. En de bibliotheken staan natuurlijk heel belangrijk bij. Dan zullen andere wijken denken van, ja, lusten wij ook wel zo'n wijkbibliotheekje? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk in een aantal wijken zijn de schoolbibliotheken. En je hebt de boekenfiets in de stad. Maar ja, we hebben gekeken in welke wijken is het gewoon echt wel heel zaak dat lezen niet vanzelfsprekend is. En dan is Nieuwland wel een van die wijken. Dus vandaar hier de bibliotheek. Ja, leuk dat er een bibliotheek geopend is. Maar er moeten ook kinderen zijn die gaan lezen. Talia, wat is belangrijk om te gaan leren lezen? Dat er meer kinderen kunnen lezen en de Nederlandse taal kunnen leren. Hoe moeilijk is dat, die Nederlandse taal leren? Wel moeilijk voor buitenlanders die naar Nederland komen. Wat denk jij dat er moeilijk aan is aan die Nederlandse taal? Omdat je spreekt meestal met de g. Er zijn in de meeste woorden de letter g en ja. Ik heb ook wel eens begrepen dat de en het woordjes lastig is. Ja, dat is wel waar. Hoe heb jij Nederlands leren spreken? Ik ben op school gezeten om Nederland te leren. Ik ben gekomen van gevlucht eigenlijk van Syrië en naar Nederland gekomen. Mag ik je een compliment geven dat je zo mooi Nederlands al spreekt? Dankjewel. En wat zijn jouw lievelingsboeken? Want dat wilde ik eigenlijk aan je vragen. Mutsboeken en Harry Potter boeken. Wat zijn leuke boeken om te leren? Meestal boeken die niet echt heel veel Nederlandse woorden in hebben. En niet zoveel moeilijke Nederlandse woorden. Dus jij zegt eigenlijk simpel beginnen en dan steeds verder gaan. Ja. Succes. Dank je wel.